weinig mensen verbazen dat het predicaat meest waardevolle speler door de kijkers is toegekend aan de Argentijn Lionel Messi. Onder grote belangstelling reiken we hem de prijs uit. De Gouden Klomp. Oké, okay. You know what it is? You know what it is? Messi is blij. Wat een verschil met onze eerste ontmoeting. Een paar dagen voor het toernooi troffen we tijdens een training een chagrijnige tiener die absoluut geen zin had om mee te werken en al helemaal niet in een interview. Messi groeide uit tot een publiekslieveling. Hij kreeg om de havenklap snoep aangeboden. Hij begon trainingen vaak met volle mond, omdat hij in onze rubriek een liefhebber bleek van spekkies. Spekkie! Hey! Hallo! Een ander vast onderdeel in onze rubriek is de vraag, wie is je idool? Maradona, zei Messi. En het toeval wil dat de grote meester ineens aan de telefoon is. Ojalá, un abrazo grande. Listo, yo le digo. Messi is apentrots op zijn contact met Maradona, maar ook op zijn gouden klomp. Una alegría que me den este premio y bueno, le agradezco a la gente que decidió que yo sea esto. Y los dulces.